U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een wisselende dag. Eerst regen, daarna wat opklaringen en nog een paar buien. En vanaf de satelliet zag het er als volgt uit. Behoorlijk wolkenpakket, wat over Noord-Nederland ligt, trekt langzaam weg. Daarna wat opklaringen. Maar we zien tegelijkertijd dat er ten zuiden van ons opnieuw bewolking klaar ligt. En die bewolking komt langzaam in noordelijke richting. En dat betekent dat er toch weer een regengebied te verwachten is. Maar het is nog niet bij ons. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Er zijn wat opklaringen en de temperatuur ligt rond een graad of 14. Maar dan in de nacht komt die regen er wel aan. Van het zuiden uit gaat het behoorlijk regenen. En de temperaturen liggen daarbij rond een graad of 12. Die regen Trekt morgenochtend langzaam naar het noordoosten weg. Daarna breekt de zon geleidelijk aan wat meer door, kan er nog een enkele bui vallen. Maar aan het eind van de middag wordt het toch echt op de meeste plaatsen droog. 17 graden wordt het en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ja, en dan gaan we naar het weekend. en dat wordt gewoon ronduit heel erg warm. Zeker voor de tijd van het jaar zaterdag 20 graden, zondag in het zuiden zelfs 23 graden maximaal. En dat bij geregeld zonneschijn. Dat is wel een uitzondering, want in het westen van het land zien we wat meer bewolking op zaterdag met een enkele bui en in het noorden later op zondag toenemen de kans op wat lichte neerslag. Die regenkans neemt maandag verder toe, dan gaan de temperaturen ook weer wat omlaag naar een graad of 16. En lange termijn laat zien dat die daling van temperatuur niet kortstondig is, want dinsdag en woensdag is dan de frisse kant en daarna zien we de onzekerheid behoorlijk toenemen met temperaturen die dan rond de normale waarden liggen voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.